Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven Duitsland, boven ons land wolkenvelden en in het westen opklaringen. En die opklaringen breiden zich in de loop van de ochtend over ons land uit. Van het westen uit dus steeds meer zon, in het oosten eerst nog bewolking en misschien nog een enkele bui langs de oostgrens. In de middag overal vrij zonnig weer en een temperatuur die uiteenloopt van 17 graden langs de kust tot 22 in Limburg. En daarbij waait een frisse westelijke wind. Het is dus minder warm dan gisteren. En vanavond dan daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden en de wind blijft matig vanuit het westen waaien. Morgen ziet het er ook vrij uit met veel zonneschijn en het blijft ook de hele dag droog. Landinwaarts een paar stapelwolken en de temperatuur morgenmiddag tussen de 17 en 21 graden. En de wind draait naar het noordwesten is matig rond kracht 4. Dus een prima weekend met veel zon. Maandag, dinsdag en woensdag hebben we ook veel zonneschijn en het blijft droog. Maandag en dinsdag dat zijn wel koele dagen met een temperatuur onder de normale waarde van 20 graden. Tussen de 15 en 17 graden wordt het dan. Maar woensdag warmt het weer op en wordt het 20 graden in Limburg. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.